Mijn naam is Willem van der Leyen. Ik woon hier samen met Mark. We wonen hier al 16 jaar met heel veel plezier in deze prachtig mooie omgeving. De tuin is 16 jaar geleden ook helemaal opnieuw aangelegd. Het was één grote kale vlakte. Uitgangspunt was daarbij was dat het een tuin moest zijn waar heel veel water in was. En waar het water van de dakgoten ook gewoon verwerkt werd. Dat hebben we gedaan. En het resultaat is nu wat je ziet om je heen. Alles van het dak loopt via buizen naar watertjes. En uiteindelijk komt het in de middenvijver terecht. Daaromheen heb ik al zoveel mogelijk wat wildere output gemaakt. Ik vind het zelf mooi, want ik wil graag zoveel mogelijk diertjes en beestjes hier laten rondvliegen. Er zitten dus heel veel kikkers, salamanders, vleermuizen. Dat is een beetje het ecologische uitgangspunt eigenlijk bij mij. Een hele levendige tuin. Het is niet groot, 390 vierkante meter. Maar wel intiem, met allemaal mooie doorkijkjes. Ik ben anderhalf jaar geleden begonnen met beelden maken. Ik had toen een sabbatical van een paar maanden. Ik was gestopt met mijn eigen bedrijf. En ik had taxushout, dat had ik bij de buren gezaagd, al een paar jaar liggen. En toen heeft een goede vriend van mij meegeholpen met het bewerken daarvan. Dus dit is het resultaat. Je ziet om je heen allemaal beelden gemaakt van taxus. En die maak ik met kettingzagen en slijptollen. Dus ik ben voor de rest niet iemand met het handwerk. Het lichtere hout van de Engelen is gemaakt van Nijmeegs notenhout. En daar heb ik messingvleugels bij gemaakt. Het zijn robuuste tuinkunst is het. Het is geen hele fijne kunst voor binnen. Het is meer voor robuust voor buiten. Het past helemaal in deze stijl van deze tuin. Ik ben Wim Verschie en ik woon op de Leemweg 64. En daar is de Wiersomroep nu beland op de Open Tuinendag van Groei en Bloei. In 2000 hebben we dit stuk grond gekocht. Er stond een oud huisje op en daar hebben we anderhalf jaar gewoond. Vervolgens hebben we anderhalf jaar in bouwketen gewoond en hebben we nu huis gebouwd. En van 2003 af zijn we de tuin aanplanten. Ja, aanplanten. Van de oorspronkelijke beplanting was eigenlijk niet zo heel veel meer over na de bouw. En we hebben eigenlijk gekozen voor heel veel bomen erin te zetten. En er stonden natuurlijk al een aantal bomen. Hè. Op de achtergrond ziet u oude eiken, die zijn ongeveer 70, 80 jaar oud. En we zijn begonnen met bomen, met struiken, veel rhododendrons, azalea's. En vervolgens zijn er heel veel bodembedekkers ingeplant. Tuinieren is de hobby van mijn vrouw en ik. En we besteden gemiddeld zo'n 8 tot 16 uur per week aan tuinieren. En het is een hele mooie locatie, de Smelenberg. Oud-Wiegenaren kennen natuurlijk de motocross. En het hoogteverschil tussen de Leemweg en het hoogtepunt in onze tuin, en wat eigenlijk de oude motocrossbaan was, is ongeveer 16 meter. De Leemweg kent natuurlijk iedereen, maar niet iedereen weet dat achter het straatje bij Los Huus ook nog een klein paadje is. En daar staan een paar woningen en daar is de Wiersomroep nu beland. Ja, we hebben natuurlijk veel hoogteverschillen in de tuin. Het is zandgrond, arme zandgrond hier in Wiegen. Althans dit gedeelte. En we hebben in de hele tuin hebben we wallen gebouwd van hout. Van gewoon afgezaagde bomen. En die staan met kastanjehouten palen staan die geborgd. En daardoor heb je eigenlijk een aantal terrassen. En op die terrassen daar tuinieren we. En de wallen hebben naast een functioneel doel ook zien ze er heel erg mooi uit. Dus zeker in de winter is heel goed te zien dat er allemaal wallen liggen. En dat vormt een mooie plek voor allerlei beesten, muizen en allerlei kleine beestjes om zich in te verblijven, zou ik maar zeggen.